We zijn hier op de warmste week van Studio Brussel en wij gaan even naar jongeren vragen welke acties zij allemaal op poten hebben gezet en of zij, eens zij eenmaal terug thuis zijn, ook warmte gaan verspreiden in andere mensen hun leven. Ik sta hier bij Hanne en zij heeft een actie opgezet dat heet Sewing for Life. En Hanne, jij maakt dus allerlei dingen zelf en je gaat die dan verkopen? Ja, ik sta op de markt in Duvelden in Zag om die te verkopen. En hoeveel geld hoop je van op te brengen? Vorig jaar heb ik ook meegedaan. Dat was iets van een 300 euro met kleine dingetjes te verkopen. Dus ik hoop dit jaar iets meer. En naar waar gaat die geld? Naar de Clinic Lounge België. Doe je ook andere dingen doorheen het jaar om andere mensen of geld in te zamelen? Met UNICEF op de boekenbeurs in Antwerpen meegeholpen. En ja, dat was ook deels voor school met nog een paar andere vriendinnen. Dat wij daarmee flyers zijn gaan uitdelen. En we hebben ook toen kalenders verkocht en zo van die dingen. Ondertussen sta ik hier bij Olivia en Emilia en zij hebben een skateactie gedaan. Wat was dat precies? Wij zijn van Leuven naar Boom geskate en terwijl hebben wij koekjes verkocht. Right, cool. En hoe ver is dat dan skaten? Ongeveer 40 kilometer. En jullie hebben ondertussen koekjes verkocht. Hoeveel heeft dat opgebracht? Ongeveer 130 euro. 180 euro en zijn het lekkere koekjes? Ja, super lekker natuurlijk. En waar gaat het geld naartoe? Naar een VZW in Leuven en dat heet Recht op Migratie. Yeah! Ik sta hier ondertussen bij Stijn en hij doet mee aan de actie Workout for Life. Workout for Life, wat is dat precies? Workout for Life, dat is een training die wij georganiseerd hebben met onze leden. Waarbij dat ze zichzelf moesten laten sponsoren. En een aantal bedrijven die we gecontacteerd hebben of die zo vrij waren om ons te sponsoren. En afhankelijk van hoeveel rondes dat onze atleten konden volmaken, werden zij per ronde gesponsord door x aantal, voor x aantal euro's. En het totaalpakket, dat was het bedrag dat we bijgekregen hebben. We hebben 2756,5 euro bijgekregen. Dat is wel de moeite. En waar gaat dat geld naartoe? Dat geld dat wordt gegeven aan de VZW Fair Play uit Peru. En de rest van het jaar, want nu is het de warmste week, maar je hebt ook natuurlijk de rest van het jaar. Doen jullie dan nog dingen om andere mensen het leven beter te maken? Ja, wij doen twee dingen. Wij zamelen dopjes in voor blindgeleide honden doorheen het jaar. En wij hebben ook een recyclagecampagne gehad waarbij dat we oude computers enzovoort gingen ophalen. En in ruil voor de kilo's kregen we dan een vergoeding die wij ook overmaakten aan Fairplay. Ik sta hier bij Lorenzo van Studio Brussel en hij regisseert de acties die hier allemaal binnenkomen en kijkt of ze op de radio even kunnen komen. En Lorenzo, heb je zo favorieten bij de acties die hier al zijn gepasseerd? Het woord favoriet zou ik niet gebruiken, maar er is wel een actie dat mij is bijgebleven. En dat was een dagopvangcentrum voor andersvaliden die een strijkatelier, een pop-up strijkatelier hebben georganiseerd. Daarmee heel veel geld opgehaald. En dat waren dus heel veel gehandicapten die een dag lang de strijk van andere mensen hebben gedaan voor het goede doel. Fantastisch, dat is me bijgebleven. Music for Life is volop aan de gang en er zijn heel wat mensen die andere mensen een hart onder de riem steken door heel veel geld te doneren aan goede doelen. En dat mag wel, want het weer is hier een beetje donker en grijs en guur, maar het is gelukkig wel warm. De warmste week. Jongens, fantastisch.